Een hele goede dag. Ja, zo waren een tweede video in een korte tijd achter elkaar. Het is een wonder, zou ik zeggen. Maar ik denk, het lijkt me wel eens leuk om jullie even mee te nemen hoe ik waterwissels doe in een aquarium die ik heb. Het is een kleine, volgens mij 1800 liter water. En meestal doe ik grote waterwissels. Waarom? Geen idee, maar dat werkt bij mij de laatste tijd goed. Dus dat ga ik zeker niet veranderen. Maar ik neem jullie even mee. Ik moet nu nog beginnen. Ik doe meestal één keer per maand. Of één keer per maand. Één keer per week een waterwissel. Er zit namelijk best wel veel vis in. En ja, het werkt voor mij goed. Dat doe ik met een... Kijk, neem ik jullie even mee. Naar mijn garage. Kijk, hier hangt de slang. Ik heb een hele grote slang ervoor. Dat is een... Ik zit even te kijken of we een begin hebben. Nou, dat laat ik jullie straks zien. Voor water te vullen en water eruit te halen. Dus we beginnen eerst met deze. En dat laat ik nu even zien hoe ik dat doe. Ik begin met alle kleppen eraf te halen. Even kijken. Deze. En deze. Wel altijd even oppassen, want er zit al heel veel water in. Want deze blijven eigenlijk altijd dicht. Zo. Oh. Kinderen. En dan heb ik hier een stukje filter eromheen geplakt met de tie-rips, dat de vissen er niet doorheen kunnen. Dus die doe ik er dan in. Die zet ik even vast met een slangenklem, dus die pak ik eventjes. Hangt de slang erin. Kijk, dan loop ik zo naar buiten. Kijk, ja, hier is het vijverproject, dus daar kom ik later nog een keertje op terug. Dat laat ik nu niet zien. Kijk. En ja, dan is het gewoon een kwestie van even aanzuigen. Ja, dan hoor je het al, misschien horen jullie het. Maar goed, dan even wachten. Kijk. Dan in... komt hier het water eruit. Ja, dit gaat best wel met een rap tempo. Dat is lekker op het gras. En in de zomers doe ik het allemaal bij de planten hier en de rest. En dan gaan we gauw terug. Want we moeten dan altijd de volgende stap doen. Namelijk zijn we weer binnen. Ik hoor het al. Maar dan moeten we de pomp uitzetten van de bioloog. Kijk, die zie je nu langzaam leeg lopen. Kijk hoor. Nou goed, dat doen we hier. Zetten we die uit. Nou. En dan loopt die zo langzaam leeg. Wat ik dan eigenlijk doe is altijd... het zand een beetje opschudden. Daar heb ik deze mooie stok voor. Want het aquarium is 80 centimeter. Ja, dat is vervelend, maar dan kom ik net niet bij de bodem. En dan doe ik gewoon even lekker zo. Het alles een beetje opschudden. Weer een beetje terug met de plantjes. Wat lag daar? Lijkt me een dood visie. Dat is niks, stukje steen. Ja, stukjes heen, dat halen we even af. Nou, dan gaan we dat zo helemaal rondom doen. Ik heb er heel wat zand uitgehaald. Er zit echt minimaal, het zal zijn, dus een halve centimeter zand zit erop. Kijk, dan zit de glasplaat al. Waarom ik dat gedaan heb, is eigenlijk dan... er zit ook minder vuil in, hoef je ook minder schoon te maken. Kijk, want er komt tussen de stenen wel wat vuil. Dat halen we zo overweg. Nou, prachtig. Zo. Vissen vinden het ook niet zo leuk. Dat snap ik. Doe weer terug. Nou, je ziet het al. Ondertussen stroomt het water goed weg. Kijk. De kat van mijn vriendin. Even naar binnen. Ja, kom maar. Nou goed. Dan is het nu even wachten. Dan ga ik de ramen even schoonmaken. Zo, en dat doe ik met een goedkoop soort filtersponsje. Geen idee hoe mijn vriendin er ooit een keertje aan kwam. Sampje omdraaien. En dan ga ik gewoon helemaal, kijk, je wilt zien, zo het glas schoonmaken. Nou, dat lijkt heel veel werk, maar als je het alle weken doet, zo, dan moet het ook niet zo nauw. Dus ik doe elke week doe ik het een beetje. Zorg dat er geen zand in komt. Dan kan je glas beschadigen, dat willen we vanzelf niet.
Zo, dan gaan we zo even helemaal rond. Nou, kijk, en dan zit eronder, zit er soms nog wel eens wat alg hier zo bij het randje. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Wat ik wel altijd doe is, hierboven is ook allemaal glas. Haal ik ook wel even zo. Soms, omdat die vissen nogal happen, springt er wat voer zoals je ziet. Die op het randje, ja, dat gooi ik dan nu terug. En dan wordt er een oproep gezogen of het gaat de wild erin of het wordt hier wat zand ligt er allemaal nog. Deze moet je wel niet erin laten leggen, want dan gaat het roesten. Toch bizar, dit apparaatje was. Dit stokje. Ik denk een kap van een goed merk. Geen idee wat het is. Maar gewoon geroest, hè? Binnen no time. Voor mij het stokje voor de deur. Gekke Henkie. Dit even schoonmaken. Lampen doe ik altijd even. Eens en zelfs dat doe ik op de onderkant. Nou. Hier zo. Ja, en dan nu is het eigenlijk wachten. Kijk, dan is het nu even geduld voordat die leeg strandt. En dan vind ik het eigenlijk zo wel prima. Er zit nu, het zal zijn, even over de helft. En dan heb ik hier een ingenieus systeem. Kijk, dit is een soort ding wat je erover zet. En dan doe ik altijd wel warm water ook, tenminste warm water op temperatuur. Moet je wat langzaam aanzetten, anders schiet hij er weer af. Het is armoede dit hoor. Maar goed, het werkt. Loodgieter zou nog een tweede kraan in het kastje gaan maken, nooit meer wat van gehoord. Dus dat, en dan loopt hij zo. Dan gaat hij weer gevuld worden. Ik zal het even wachten en dan even voelen, want vaak moet je hem even warmer zetten of even kouden, maar dat maakt niet zoveel uit. En dan straks op het eind ga ik pas het grind goed doen. Maar ik ga nu deze slang opruimen, want deze is nu nog warm van het warme water. Dus die is dan makkelijk op te rollen, dus dat ga ik even doen. Water loopt, kijk. Dat gaat goed. Nou, dit duurt altijd ongeveer even ruim een uurtje. Dus dan is het tijd voor een bakje koffie en een beetje werken tussendoor. Het is s'avonds altijd wel even oppassen dat je niet in slaap valt op de bank. Want het duurt altijd wel eventjes, maar goed, de vissen, het is weer bijna vol. En zoals je hoort, overstroomt hij nu ook weer daar in de overloop. Dus alleen nog even wachten dat hij tot dit streepje, ik weet niet of je het ziet, tot dit streepje is. En dan zetten we de kraan uit en dan mag de pomp weer aan, maar ze zijn weer hartstikke blij, hè? Nou, ik weet niet of ze blij zijn, nou ik denk het wel, ze zwemmen altijd weer vrolijk onder, hè? Mooi geovekers, hè? Echt schitterende beest, vind ik het. Even wachten, ja, dat duurt een kleine 5 minuutjes. En dan zetten we de pomp aan. Nou. Het zit dus goed als vol. Zetten we de pomp weer aan. Ja. Stroomt. Ondertussen de kraan uitzetten. Helemaal goed. Even de slang opruimen. En dan nog even het zand hier in het hoekje netjes. Kijk, er ligt al een viezigheid, maar het gaat zo de filter in, dus dat is mooi. Maakt altijd in het begin heel veel geluid, want het komt omdat die de overloop weer even moet vullen. Dus dit moet weer vol met water komen. En dan wordt het stil, maar dat leg ik later in de video uit. Even de slang opruimen. Zo, net nog even de ramen schoongemaakt. Mijn kinderen weten dat ze het glas niet mogen aanraken omdat de vissers schrikken. Maar toch staan er op een of andere miraculeuze wijze toch altijd kleine vingerafdrukjes op. Nou, heel erg vind ik het niet, moet ook altijd even schoongemaakt worden. Ja, en dan zijn de vissers weer blij. Dus even de kleppen nog dicht. Hop. 1, 2. En deze. Nou, en dan zwemmen ze weer blij rond. Licht dat al een beetje uit. Maar dan zijn ze altijd erg blij. Dat kan je ook een mooi visie.
Maar goed. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Mocht je vragen hebben, stel ze in de comments. Ik zal ze zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. En voor nu bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!